Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Mining Simulator. Wat, dat is een super lange tijd geleden. Like deze video daarom dus ook in 3 seconden voor extra geluk in je leven. Of als je een opperbaas bent. Het is een speciaal moment, wij spelen namelijk weer eens een keer Mining Simulator. En dat is legit een lange tijd geleden. Sterker nog, ik weet eerlijk gezegd niet eens of ik Mining Simulator al wel eens een keertje eerder heb geüpload op dit YouTube kanaal. Of dat ik het alleen maar heb geüpload op DutchTuber 2, toen ik een tijdje nog inactief was op DutchTuber Gaming. I don't know, maar laat een like achter als jij niet bang bent voor Halloween, maar als een opperbaas er gewoon tegenaan kan gaan. Er is namelijk een speciale update geweest in deze Mining Simulator. Namelijk dat er een Halloween thema heerst. En daar kijk ik natuurlijk heel erg naar uit. Maar niet alleen dat, er zijn natuurlijk verschillende soorten dimensies waar je naartoe kunt. Dat heb ik jullie eerder laten zien en dat is nog steeds het geval. Maar wat ik eigenlijk eerst even wil doen, en ja jongens en meisjes, dit is weer een hele impulsieve uitgave. Ik weet niet wat het met mij is, maar zeg maar, sommige mensen investeren in olie, sommige mensen investeren in bitcoins, maar ik investeer in Robux. Het is echt een drama. Maar we doen ons best. We maken er iedere keer weer wat leuks van. Er is namelijk momenteel in Mining Simulator een haunted pack. En dit is zo incredibly epic. Als je deze namelijk aanschaft, en ik raad jullie totaal niet aan om dat te doen, kijk maar gewoon hoe ik als een idioot zijnde mijn geld verbrand. Maar als je deze aanschaft, dan krijg je de Mythical Reaper pet. Dat is dus eigenlijk gewoon een soort van de dood, maar dan in Roblox, in een petvorm, in een huisdiervorm dus om precies te zijn. In samenstelling met de Haunted Dominus. En ik heb nu natuurlijk ook een Dominus die overigens gewoon echt super vet is. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dit is gewoon een in de fik staande Dominus. Maar ik wil eigenlijk gewoon eens even kijken welke dingen er dus nu allemaal nieuw zijn in de shop. Oké, dus de allerduurste is gewoon nog hetzelfde. Sorry, ik schrok even. Het is alweer een lange tijd geleden dat ik voor de laatste keer Mining Simulator heb gespeeld. En ik zie dus in iedere... Ik zie gewoon letterlijk in één keer een wapen of een tool van 5000 Robux. Dat is nogal veel geld. Dus ik moet even een beetje inkomen. Ik moet even niet schrikken van wat de prijzen ook alweer allemaal waren. We gaan eens even kijken bij backpacks. Is dat nog steeds de duurste? Ja, ik heb nog steeds de beste van allemaal. Is er misschien een nieuwe cosmetic bijgekomen? Een nieuwe pet misschien? Daar kunnen we naar kijken. Oh nee, natuurlijk. Niet met pets was het zo dat je een ei moest kopen en die moet je laten uitkomen. Het is echt alweer lang geleden dat ik voor de laatste keer Mining Simulator heb opgenomen. Jongens en meisjes, dames en heren, doe alvast een dikke like, want wij gaan voor de haunted. Ik heb 19 Robux te weinig, jongens en meisjes. Oh my gosh, ik heb 19 Robux. Er is een Halloween event. Kan ik daar naartoe? Oh my gosh. Oké, wait a second. We zijn letterlijk aangekomen in een Halloween wereld in Mining Simulator. Dit is freaking amazing. Oké, laat me gewoon even rustig kijken wat hier, ja, wat dat allemaal inhoudt. Like de video in ieder geval. Als ik alsnog moet proberen om dan in de volgende aflevering alsnog de Haunted Pack te kopen. Wat is dit? Spooky Scary Skeleton. Oh my gosh. Er is... Oh... Dit is zo enorm bizar. Er zijn gewoon Halloween-eieren. Er zijn gewoon Halloween-eieren. Oké, wacht. Laat mij gewoon deze... Laat mij deze kopen. Van 40 Robux. Wat zit erin dan? Oké, ik heb echt geen idee. Maar er is een kans dat je een mythical krijgt. En dat maakt mij eigenlijk al heel erg blij. Dus ik zou zeggen, laten we er gewoon 5 kopen. En laten we gewoon eens even checken wat er allemaal in kan zitten. Er zijn namelijk zoveel nieuwe dingen hier gekomen. Je kunt ook candy corns vinden. En als je dit koopt, dus een game pass, dan krijg je er 2 keer zoveel. Maar eerst heb ik dus in mijn inventaris zitten een aantal nieuwe crates. Een aantal Halloween crates, om precies te zijn. Nou, let's go. Ik ben super benieuwd wat erin gaat zitten. Een mythical! Wat? Een mythical? Are you serious right now? We hebben gewoon Lichmere... Oh my... Hij is 200.000 munten waard! Wat? Hebben we nou legit... Hebben we een staart als we die aantrekken? Jongens! De kans is zo klein! Of niet? De kans is klein, right?
Of was het geen mythical? Het is een mythical! De kans was 3% dat ik dat zou krijgen. And we did it. We did it. Het is... Waarom dab ik, jongens? Dabben is zo 2016 of 17, maar niet 2018 à 19. Pretty amazing, als je het mij vraagt. Pretty amazing. Eigenlijk moeten wij gewoon nu echt een aantal afleveringen gaan knallen van Mining Simulator. Want binnenkort is deze Halloween update weg. En dan kunnen we hier niet meer van profiteren. Dus nu moeten we er eigenlijk voor gaan. Oh gosh. Oké, dit is echt freaking amazing. Ik had niet gedacht dat ik direct een mythical zou krijgen. Volgende, let's go. Ik ben benieuwd. Als we nu weer een mythical krijgen, eet ik mijn bureau op. Gewoon literally. We hebben een Frankenstein hoofd gekregen. Dat is geloof ik een rare, of niet? Hoeveel is die waard? 5000. Oké, dus die is niet heel erg zeldzaam. Laten we het zo zeggen. We gaan hem verkopen. Ja, natuurlijk. Ik hoef helemaal geen Frankenstein hoofd. Ik heb niks aan Frankenstein. Ik wil alleen maar mythicals. Dus we gaan door naar de volgende. Let's go. Oké, wat wordt het? Wat? We hadden bijna die spooky mask. Maar in plaats daarvan hebben we een skullhead. Dat is ook gewoon net zoals die Frankenstein is. Die gewoon niet heel erg speciaal. Maar kom op. We kunnen alsnog een mythical krijgen. Ik geloof erin. Serieus? Weer een Frankenstein? Moet ik een Frankenstein familie gaan oprichten? Ik bedoel, mijn oma lijkt er al op. Pardon, oma. Oma, I love you. Oké, ik ben een goede kleinzoon. Ik beloof het. Het was geen belediging. Ik bedoel, Frankenstein is een heel creatief persoon. Met allemaal ledematen van anderen. Dus je bent gewoon heel multifunctioneel. Ik bedoel het op een goede manier. Oké, volgende. De allerlaatste, jongens. Kom op. Geef me toch even een mythical. Alsjeblieft. Oeh. Dat is zo. Oh, jongens. Ik heb gewoon vleermuisvleugels. Oké, dat is best wel amazing. Er is hier ook een heks in dit Halloween thema. De Wicked Witch. En die zegt, niemand heeft tegen mij gepraat in jaren. Jij moet waarschijnlijk wel een hele brave ziel zijn om het te durven tegenover mij. Ik voel me een beetje slaperig. Als jij mij wat ingrediënten zou kunnen vinden waarmee ik een potion kan maken, dan word ik weer een beetje wakker. Oh, trouwens, de difficulty van deze quest is godly. Dus dat is zeg maar echt beyond everything. Dit is echt de allermoeilijkste quest die je kunt krijgen in Mining Simulator. Dus daar kijken we eigenlijk wel naar uit. 20 kruizen met 15 vleermuizen zouden het moeten doen. Oké, dus we moeten nogal wat zoeken. Maar dat komt goed. Dat komt goed. I got this. Wat kunnen we eigenlijk nog meer doen? Er is hier ook een shop. Maar is dit dan gewoon een normale shop? Of is dit echt een Halloween shop? Maar dit is gewoon een normale shop waarschijnlijk. Ja, oké. Dus wacht eens even. Er is een rebirth shop. Waar alles een stuk goedkoper is. Maar ja, dan moet je dus eerst gaan rebirthen. En daar heb ik niet echt behoefte aan. Hoe zat het ook weer met die eieren? Want ik heb momenteel een aantal verschillende soorten pets. Waarvan er zelfs een aantal mythical zijn. Maar hoe zit het daar ook weer mee? Heb ik momenteel een ei bij me? Nee, hè? Dus ik zou eigenlijk een ei kunnen kopen. Ja, ik weet het niet, jongens en meidjes. Ik vind het altijd zo leuk om hiermee bezig te zijn. Oh, kijk deze golem. Dat is zo schattig. Laten we naar beneden gaan. Oh my gosh. Jongens en meisjes, we zijn heel erg diep in de grond uitgekomen. Maar echt heel erg diep. Hier zouden we misschien de ingrediënten nog wel kunnen vinden voor de heks. Dus laten we vooral ons best doen. Ik wil eerst even naar de shop gaan. Kan ik hier al iets kopen? Of kan ik hier geen ei kopen? Ik kan hier geen ei kopen. Nee, dat is jammer. Ik wil die haunted pack zo graag. Ik wil die haunted pack zo graag. Maar ik kan hem niet kopen, jongens. Ik heb gewoon te weinig Robux. Oh, wacht. Hier, kijk. Die moeten we hebben. Hier, die kruizen. Die hebben we nodig. Daar moeten we er zoveel mogelijk van verzamelen. Waarschijnlijk staat er dat die quest heel erg moeilijk is. Omdat, ja, Robux gaat er natuurlijk niet vanuit dat je zo... Er zitten ogen in de muur. Er zitten ogen in de muur. Dat is toch zo'n soort van gezegde dat je het idee hebt dat de muren praten. Als je zeg maar een beetje gek wordt, een beetje loco in je hoofd, dan heb je het idee alsof de muren tegen je praten. Nou, ik kan me voorstellen waar dat gezegde op duidt. Kijk, die kruizen moeten we dus meenemen. Want daarmee gaan we uiteindelijk waarschijnlijk die potion kunnen maken voor de lieve vrouwelijke heks die hopelijk ons daarvoor een leuke beloning biedt. Of ons verandert in een vleermuis, waardoor wij nooit meer normaal als mens kunnen leven. Dat kan natuurlijk ook, maar laten we hopen op het beste. We doen ons best, laten we eerlijk zijn. We zijn lief geweest tegen de heks. We hebben het niet gehad over de ongelofelijke vrat op haar neus. Want laten we eerlijk zijn, we zagen die allemaal zitten. Hij praatte tegen mij, hij gaf me een complimentje over mijn linker tepel. Het was raar, oké, het was raar. Ik ben eerlijk, het was raar. Maar goed... Halloween! Ik weet niet eens wanneer ik deze video ga uploaden, want ik heb nogal wat videootjes klaarstaan. Ik denk echt legit een stuk of
Dat is echt bizar, maar ik heb denk ik echt een stuk of 10 Roblox video's nog klaarstaan. Ik vind het belangrijk om altijd minimaal 5 tot 8 video's klaar te hebben staan. Meer dan dat heb ik meestal ook niet, maar in dit geval heb ik er 10 klaarstaan. En daarvan zijn er geloof ik nog een aantal mining simulator. Dus dit is voor mij erg leuk om te doen. Wetend dat jullie eerst een aantal andere mining simulator video's nog krijgen te zien. En dan deze epische aflevering met Halloween. Oh! Ik ben godly! Ik ben een godly miner, jongens. Als ik het dingetje boven mijn hoofd moet geloven. Er staat namelijk boven mijn hoofd, of eigenlijk net iets onder mijn naam, staat er dat ik een godly miner ben. Oké, that's pretty amazing. Laten we eerlijk zijn. Elk blokje wat wij weghakken is trouwens momenteel 150.000 waard. En dat is gewoon echt bizar veel. Daarmee gaan we zometeen waarschijnlijk ook heel erg veel muntjes krijgen. We hebben nog steeds 23 miljoen muntjes. Dus of we er echt wat aan hebben, dat betwijfel ik. Maar goed. We zijn lekker bezig. Ik wil eigenlijk even snel... Oh, ik kan gewoon cel drukken. Oh my gosh, ik heb 177 miljoen munten. Dat is echt bizar. Eigenlijk wil ik nog één dingetje doen. En ik denk dat jullie al wel een beetje kunnen verwachten wat dat is. Er is namelijk... Oké, luister. Deze ga ik misschien de volgende aflevering wel kopen. De Haunted Egg. Oh, hij is zo epic. In dit namelijk bezeten ei, zoals het er staat. Een Haunted Egg. Dat is dus een bezeten ei. Is de kans op een mythical 70%. Dus de kans dat wij hier een mythisch huisdier uitkrijgen is erg aanwezig. En daarboven voor een stuk goedkoper is de kans maar 3% dat je een mythical krijgt. En daarom is dit dus ook geen haunted egg, maar een spooky egg. Oh, de mine is in elkaar gezakt. Ik had beter even wat langer door kunnen gaan. Maar weet je, jongens en meisjes, omdat ik zo enorm veel van jullie hou, gaan wij gewoon voor de haunted egg. En ik ben super benieuwd wat hierin gaat zitten. We gaan er eentje kopen. Ik vind 250 Robux namelijk meer dan genoeg geld om zo even aan het einde van de video nog uit te geven. Nu moeten we dus eerst even naar onze inventaris en moeten we hem dus met ons meenemen. Let's go. Oh, jongens en meisjes. Oh, jongens en meisjes. Dit wordt nog iets, hoor. Dit wordt nog wat. We moeten 15.000 blokjes hakken voordat hij uitkomt. Nou, geloof me, dat is zo gebeurd. Wat heb jij nou weer bij je? Hij heeft een freaking raygun. En jij hebt een of andere gekke grijphand. Die zou je moeten gebruiken in die kermisautomaten met die knuffels die je nooit te pakken kunt nemen. Omdat die grijpdingen nooit echt goed sluiten. Laten we eerlijk zijn, iedereen irriteert zich er soms wel aan. Oké, we gaan lekker beginnen met minen. Zoals jullie kunnen zien, we moeten gewoon even een tijdje doorgaan. En dan komt ons bezeten ei uit. En ik ben zo benieuwd wat erin gaat zitten. Ik denk ook eerlijk gezegd dat de huisdieren die je uit dit soort eieren krijgt, dat die ook bij het thema Halloween gaan horen. Dus ik kijk er echt heel erg naar uit. Hoe ver zijn we al? Kan ik dat toevallig zien? Ik kan dat niet zien. Kan ik het niet zien? Oh, jawel. Oeh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. We zijn er... Pardon? Wat? Oké, luister. Ik heb veel vreemde huisdieren gezien. Ik heb op internet filmpjes voorbij zien komen van een man die een ijsbeer als huisdier had. En een grizzlybeer en een Jeyun en een Soraya. En dat is allemaal heel vreemd. Maar apparently heb ik nu een oogbal gekregen. Het is dus wel degelijk een Halloween thema. Niet alleen dat, maar het is... Het is ook gewoon mythical, oké? Dus we hebben een super zeldzaam iets gekregen. I like it, bro. I like it. Oké, that's pretty much about it, I guess. Dit is de video. Oké, cool. Willen jullie nou dat ik in de volgende video het vreselijk epische haunted pack ga kopen? Dan moet je... Nou, kijk, het moet niet, hè. Kijk, niks moet. Ik bedoel, ik ga jullie... Wie ben ik om jullie iets te verplichten? Nou, niemand, kan ik je vertellen. Je moet je eigenlijk nooit wat laten verplichten. Tenzij het natuurlijk iets is zoals school, want dat is gewoon belangrijk. Maar ik ben niemand om jou te verplichten dat je moet liken. Maar ik zou het daarentegen wel heel erg op prijs stellen. Dus doe, als je wilt, even een blauw duimpje omhoog. En bij genoeg likes koop ik in de volgende video het haunted pack. En ik heb echt... Ik heb een oogbal met een hoedje. Er zijn veel dingen waarvan in het verleden tegen mij gezegd is... Job, dat ga je niet bereiken. Zoals leraren die tegen mij zeiden... Job, je gaat nooit je werk kunnen maken van videogames. Nou, dat is misschien niet helemaal gelukt, maar wel een soort van. En er was ooit een persoon die zei tegen mij... Je kunt nooit een oogbal met een diamanten hoedje als huisdier hebben. Oké, dat is nooit gebeurd. Toch bedank ik jullie voor het kijken. Tot de volgende keer. En adios.